Anne Fleur, een beetje focus, kom op. Nee, maar het gaat niet om een prik, het gaat hoe heb je hem erin laten vallen in het water. Schuimspaan. Zelf had ik warm water gezegd of koud water? Oh, here we go again, yeah. We zijn vandaag hier in Central Station, onze kookstudio, voor onze eigenlijk eerste cursus, het koken van een eitje. Want de essentie van koken, wordt vaak gedacht aan blancheren, allerlei moeilijke termen. Maar het koken van een eitje is toch wel echt de basis van ons mooie vak. Ik, Italiaan, ego, kunstenaar, denk dat kan ik wel. In tegenstelling tot mijn vrouw die zei op een gegeven moment, jongen, dat gaat steeds verkeerd. Geef je op voor die cursus en probeer het eens goed te doen. Dus vandaar dat ik hier nu zit. Ik ben influencer en ik heb mij opgegeven omdat ik iedere ochtend ontbijtvlogs maak voor al mijn volgers. Met content als havertosties, havermelk, smoothies en quinoa balls. Maar ja, je kan ook een ei eten als ontbijt. Welkom in onze kookstudio Central Station en welkom bij deze hele bijzondere dag. Jullie zijn de allereerste cursisten voor de essentie van het koken. Het koken van een ei. Je zou mij hier misschien niet meteen verwachten, maar ik vind het toch wel heel erg interessant. Ik kan best lekker koken en ik weet een hoop en ik kan er cool over praten, maar ga het maar eens doen. Ga maar eens gewoon echt een goed ei koken. Is niet niks. Wat hebben we nodig voor deze kookcursus? Allereerst het steelpannetje. Wij prefereren een steelpannetje van Delagay uit Parijs met een lekkere dikke bodem. We houden het een beetje dicht bij huis. Puur natuur, dus Amsterdams leidingwater. Een ei, liefst zo vers mogelijk en liefst zo lokaal mogelijk. Eén ei is geen ei. Twee ei is een half ei. En drie ei is natuurlijk een paasei. Dat is logisch. En het allerbelangrijkste, een kookwekkertje. Goed, we gaan beginnen. Pak je steelpannetje vast. Loop naar de kraan en vul hem voor 3/4 met water. Oké, vervolgens zetten we de warmtebron aan en gaan we het water aan de kook brengen. Wat belangrijk is, zorg dat het water niet heter wordt dan 100 graden. Ja, vervolgens gaan we met het puntje van het mes de bolle kant van een ei een heel klein gaatje prikken. Klein gaatje. Selwyn, doe dat eitje maar even weg. Pak maar een nieuwe. Ik prikte dat eitje mis. Ja, dat bracht me toch wel een beetje van mijn stuk. Daar ben ik een beetje onzeker van. Ik heb het daarna wel herpakt. Vervolgens met je schuimspaan voorzichtig het eitje in het kokende water laten zakken. Dan zet ik nu de timer op 5 minuutjes. Zorg dat je netjes werkt, dat je niet in je eigen rommel staat te werken, ja? Kijk, als ik het ei kook, dan doe ik dat tussendoor. Dan doe ik ondertussen nog 5 andere dingen. Maar als je echt je erop focust en vol in die pan zit, nou, daar komt geen einde aan. Anne Fleur, een beetje focus, kom op. Oké, haal de eieren eruit en spoel het koud onder de kraan. Laat het schrikken. Ah, jullie zat te beginnen, had hij echt wel last met opstarten. Dus je zag de zenuwen en je zag dat die eieren niet zijn ding is. Hij pakt zijn eitjes aan het schrikken. Maar hij pakte zich. Ja, hij pakte goed op. Je ziet dan toch de ervaring en controle. Ja, toch echt wel iemand met talent. Hé, hey, is goed hè? Hé, hey, mooi hè? Top man, top. Eén vloeiende beweging. Durf. Ik zei door de lengte hè? Nee, je zei door de helft. Nee, ja, ik zei in de lengte. Selwyn had wel echt wel moeite om bij de groep ook aan te sluiten. Ja, het is een artiest hè, dus het gaat alle kanten op. Dus je moet hem heel erg proberen gaan in het gareel te houden. En dat was in het begin wel lastig. Mag ik even? Wacht even hoor, Rob. Ja,
kijk, Anne Fleur is natuurlijk een heel andere wereld. Zij als influencer voor breakfast en dat soort dingen. Denk ik dat ze heel veel geleerd heeft van deze cursus. En ik hoop echt dat ze morgenochtend opstaat en denkt van, ik ga gewoon lekker eitje koken. Ja, het was echt een eye-opener. Het was moeilijker dan ik had gedacht. Ik kan niet anders zeggen. Zo eenvoudig is het dus niet. Ja, kijk, je leert toch elke keer weer iets over een ei koken, maar ook over andere mensen. Lieve mensen, wil je nou echt je skills op culinaire gebied verbeteren? En wil je echt een chef-kok worden? Schrijf je er nu in voor onze cursus Ei Koken in Central Station. Deze cursus is het hele eiereneten.